Welk gevoel overheerst bij u na het politiek beraad in zaken de vastgoedtransacties en het rapport van de KPMG daarover? Een tevreden gevoel. Ik denk dat er de vragen die gesteld zouden kunnen worden, die zijn gesteld. Die zijn ook beantwoord door mij en door wethouder Langius. Ik heb het idee dat we met beide rapporten, die eigenlijk één geheel vormen, dat daarmee ook, laat ik zeggen, de onrust die is ontstaan eind augustus rondom de verkoop van de kolkschool en de kaveluitgifte in Almelo Noordoost, dat die op een goede manier geadresseerd zijn. Hoe duidt u de grote reserves bij veel gemeenteraadsleden? Nou ja, zo groot vind ik die reserve niet. Zo heb ik die niet ervaren. Ik heb van diverse raadsleden horen zeggen, nou, wij zijn tevreden met deze beantwoordingen, met de toezeggingen die het college doet voor het vervolg. Teleurstelling. En waarop is die teleurstelling gebaseerd? Nou, er wordt een rapport gepresenteerd en het college neemt alles over, terwijl er in dat rapport zaken staan waarvan ik liever niet zag dat ze het overnamen. Want er staan gewoon signalen in die wat anders aangeven dan wat het college vindt dat er is gebeurd. En ze nemen dit rapport nu wel over. Dus het zou kunnen betekenen dat het college op haar schreden terugkeert en zegt van, we hebben ergens wat fout gedaan. Maar ik vrees dat het college en de wethouder die zegt, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Ik heb geen idee hoe goed ik ben, maar Zij zeggen min of meer als college, we gaan gewoon verder met Loos, klaar. Ja, kijk, en ik snap natuurlijk, het heeft ook, laat ik zeggen, de kolkschool en de functie van die kolkschool, die heeft ook een grote emotionele waarde voor veel mensen in de stad. En ook dat speelt een rol in zo'n debat, daar moet je ook ruimte voor bieden. Welke lessen kunt u als BNW trekken? Nou ja, die lessen zijn eigenlijk verwoord al in het KPMG-rapport. Ook in het onderzoek en de uitwerking van de reorganisatieplannen die wij al onder handen hebben. In die zin komen ze een beetje langzij te liggen van elkaar. Die zijn dat wij de inbedding en de toetsingskaders waarbinnen wij vastgoedbeleid voeren in de gemeente, dat we dat moeten gaan aanscherpen. Dat waren we al van plan, dat wordt nog eens benadrukt. En dat we toch ook op korte termijn verder moeten met dat dossier kolkschool. Daar moeten we een keuze in gaan maken. Rapport is multi-interpretabel en dat is ook heel duidelijk uit de signalen van de verschillende partijen. Daarom vind ik het eigenlijk ook wel jammer dat Kloos 2 niet gereageerd heeft op dit rapport. Maar dat is misschien ook wel heel logisch dat ze het niet gedaan hebben, omdat zij denken, dit gaat wel goed voor ons. De kolkschool als zodanig, als object en de toekomst daarvan. Na alles wat er nu gebeurd is, ontkomen we er niet meer aan door dat ook in den brede met de gemeenteraad te blijven bespreken.